De 24-jarige Berry van Strien is bijna precies een jaar eigenaar van de 55 meter Onus, waarmee hij voor Peterson in de huur vaart. Berry vaart alleen en zou ook graag in België willen varen. Maar het verkrijgen van een certificaat voor alleenvaart in België blijkt niet eenvoudig. Waar loop je tegenaan wat betreft het alleen varen in België? Ik kom verschillende dingen tegen. Ik heb het schip inmiddels een jaar. En ik ben vanaf de koop van het schip ben ik bezig om certificaat erop te krijgen om alleen te mogen varen in België. Dat is tot heden toe nog niet gelukt. Als het goed is komen ze over 2 weken komen ze keuren. Dat is na de tweede afspraak die ik heb gemaakt. De vorige keer zijn ze niet opkomen dagen. Dus je blijft constant achter de feiten aanlopen. Ik wil certificaat erop krijgen om alleen te kunnen varen in België. Je moet een apart certificaat hebben. Om het aan te vragen heb je minimaal moet je een jaar van tevoren afspraak maken om überhaupt ertussen te kunnen komen. Nu schijnt dat het keuren voor een alleenvaartcertificaat niet zo heel moeilijk is. Dan proberen ze nog een tussendoor te plannen. Maar ik heb deze afspraak van begin zomer ongeveer staan. Ja, en het wordt dadelijk in januari gekeurd. Dus dat is gewoon een half jaar van tevoren heb ik die afspraak moeten maken om überhaupt te kunnen keuren. Ja, dat is gewoon een probleem omdat je niet van tevoren kan zeggen waar je bent. En ze willen specifiek, bijvoorbeeld Dordrecht of België, het liefst België, dat je voor de wal ligt. Maar ik mag alleen niet in België komen. En ik heb geen matroos. Je schip meet 55 meter. Dat betekent dat je in Nederland wel alleen mag varen. Ja. Waarom is dat dan in België weer anders in het Verenigd Europa? Ik zou bij God niet weten waarom dat zo is. In Nederland, als je voldoet volgens de eisen die in het BPS staan, dat is onder andere tweede toplicht vanuit sturend bedienbaar, dat soort dingen. Als je daaraan voldoet, werkende tachograaf, dan mag je gewoon varen. En in België moet je daar een apart certificaat voor hebben. En in Duitsland mag ik niet eens komen alleen, dus... Ja, één Europa, dat is ver te zoeken voor het alleen varen.